Vanwege zijn geruchtmakende ontmaskering als studiobul, is Matthijs van Nieuwkerk vorige maand acuut gestopt met de opnames van zijn top 2000 programma's bij de publieke omroep. De top 2000 Agogo, de dagelijkse quiz die elk jaar te zien is tussen kerst en oud en nieuw, is gisteren begonnen met Herman van der Zand als zijn vervanger. Wat blijkt? De première aflevering van de top 2000 Agogo scoorde met 1,1 miljoen kijkers, 33% marktaandeel, de pannen van het dak. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het programma vorig jaar nog te zien was in de vooravond van NPO3 en nu is verhuisd naar vlaggenschip NPO1, waar het op de late avond wordt uitgezonden. Kijkcijferoloog Tina Nijkamp leeft mee met Matthijs. Herman scoort maar liefst 400.000 kijkers meer dan voorganger Matthijs van Nieuwkerk vorig jaar deed op dezelfde uitzendavond. Waarschijnlijk zal Matthijs deze week niet naar de tv en al helemaal niet naar de kijkcijfers kijken. Te pijnlijk allemaal. Er is nog een programma verhuisd naar het hoofdpodium, namelijk De Slimste Mens. De show van Maarten van Rossum en Philip Freriks is voortaan niet meer te zien op NPO 2, maar op NPO 1. De eerste aflevering op het nieuwe thuisnet kwam gisteren uit op 1,9 miljoen kijkers, 43%, een topscore. Tina, lager had het eigenlijk ook niet bekeken mogen worden, omdat het op het kleinere NPO 2 altijd al rond de 1,5 tot 1,8 miljoen kijkers trok. Zelf had ik rond de 2,2 à 2,3 miljoen kijkers verwacht. De opluchting zal toch groot zijn bij de NPO, de eerste grote verhuizing van de ene naar de andere zender lijkt goed te zijn verlopen. Het brons op primetime is voor Kerstmuziekgala 2022, dat tussen De Slimste Mens en de top 2000 Agogo in werd uitgezonden. Daar keken 878.000 mensen, 23%, naar. RTL 4 trok met Oh Wat een Kerst 681.000 kijkers, 16%, en de kerstspecial Kerst met de familie Gillis op SBS 6 was goed voor 492.000 kijkers, 12%.
Thank you.